Deze vrouw die komt nu met een boot Middelburg binnenvaren en die wil hier liggen vannacht. Ja, dat klopt. En, maar wat wilde ze nu geregeld hebben? Nou, ze wilde graag een plekje met een langstijger, omdat ze een hond aan boord heeft en die kan ze dan makkelijk... Maar wat is een langstijger? Ik weet dat helemaal niet, hè? Oh, ja. Nee, dat is goed. Een stijger, zodat je aan de zijkant uit kan stappen. Anders moet je over de boeg of over de achterkant afstappen. Kijk. En dat vinden oudere mensen vaak lastig. Ik ben hier aan het leren gewoon, ja, hè? Dat, ja, is, ja. Dat is heel goed. Hey, maar we zijn hier vanwege de stadsfeest. En dan ga ik even zo zitten, want daar zit natuurlijk ook meneer Petit. En wie ben jij? Vertel het eens even. Hoi, ik ben Emma. Hoi, Emma. Hoi. Waar ben jij van? Ik ben ook havenmeester, net als Suzanne. Twee havenmeesters, twee dames. Vroeger hadden we één heer, toch? Of, ja, dat klopt. Ja? Ja, ja, dat klopt. Maar jij hebt een blauw shirt aan, maar dat maakt het wel hetzelfde logo. Nu zie ik het pas. Ja. Ja. En we kunnen hier even bij elkaar zitten, jij er ook gezellig bij. En dan ga ik even met mijn rug naar de wind. Want wat ik natuurlijk graag wil weten is van... Moet je op een bankje aan zitten? Ja? Bij jouw kot? Je mag op mijn school. Ja, vorige keer had je badeentjes. Ik doe net over mijn zusjes. Hoe is dat nou met die man, want het is eigenlijk jouw werkgebied en dan heb je altijd die Kees Petit. Hoe is dat? Is die een beetje fatsoenlijk voor jullie? Dat valt niet altijd mee. Meestal gaat het goed hoor. Ja? We hebben een goede band. Ja, is het best lief, ja. Ja, gelukkig wel. En betrokken bij de buurt, hè, deze man. Dat is, houdt de boel een beetje in de gaten. Ja. Zorgt voor een leuk muziekje. Oh, doet hij dat ook vaak, ja? Ja, draaiorgelmuziekje, zeker. Ja. Hey, maar vorig jaar hadden we het, was je er ook bij, Kees, was met de bad. Kijk, daar is je jonge dame ook. Hoi. Ik heb het nooit gezien, dat filmpje. Niet? Nee, heb je het nog. Heb je al internet, of niet? Ja, dat heb ik. Ik ga toch even naar de dames, hè, want die weten volgens mij het meest van de organisatie. Wat gaat er allemaal gebeuren tijdens de stadsfeesten in de haven? In de haven? Het begint op zaterdag met... heel veel braderieachtige kraampjes richting op de Maisbaai, richting Jos Bonen. Bij Jos Bonen zelf is ook nog een plein met allerlei watersportgerelateerde spulletjes. Op het pleintje bij het havenkantoor zelf staan allerlei foodtrucks. En op de loskade ligt de Bruine Vloot, dat is de Stichting Wout Hooghaars onder andere. Oh, dat is leuk. Ja, dat is zeker leuk. En visserskotten ligt er ook. En die zijn allemaal te bezichtigen. Rondvaartjes zijn er mogelijk. Het is ook mogelijk om te kanoën. Het is mogelijk om te roeien met de roeivereniging Zeeuwse Deerne onder andere. Misschien is scouting er ook bij aanwezig, maar die hebben eigenlijk ook kamp. Hè, Emma? Ja. Maar jij bent ook van de scouting? Ja, ook. Ben jij ook een Femke van de scouting? Je bent eigenlijk echt een waterdame ook. En havenmeester en waterscouting. Komt dat? Ja, gewoon leuk. Gewoon liefde voor het water in de haven. Ja, zeker. Ja, leuk. En er zijn springkussens voor kinderen, er is lekker eten, want ik zat net op jullie te wachten aan de bar van de Kemel. Ik zeg nog altijd de Kemel, maar het is natuurlijk de prins op het witte paard. Ja. Maar de Kemel, dat is ook nog wel in de volksmond een ding. Ja. Maar hier is ook, er is ook muziek, toch? Er is ook muziek, springkussens voor kinderen, ook lekkere dingen voor kinderen, suikerspinnen en allemaal dat soort dingetjes zijn er ook, hè, in het kader van de voetdrukachtige ondernemingen. Voor kinderen is echt ruimschoots ook aangedacht. Maar in dit gebied is het 3 dagen lang is er eigenlijk van alles te doen? Ja, zaterdag en zondag. Maandag is een beetje opruimen en wegvaren. Dan is op zich ook wel leuk om te zien. Maar dan zijn de braderieachtige kraampjes zijn allemaal dan wel weg. Ja, dat maandag zijn er dan, er is bijvoorbeeld de Thijssenmarkt op plein 40. Dus dan verschuift het een klein beetje. Ja. En op zaterdag, dat is op zondag, treedt Danny Vera nog op. Ja, dat klopt ook. Ja, dat is het eind. Ja. Bij de oude bloemenkraam. Hè? Heb je daar wel eens een bloemetje gekocht, Kees? Ja. Hey, maar Kees, kan je bij deze ook even publiekelijk beloven dat we nou binnenkort echt eens afspreken? Dat ik eens in je kelder mag kijken naar je oude auto's, naar alle je oude dingen? Daar moet je op schieten. Want ik ben al aan het opruimen ook. Er is natuurlijk een domme weg. Echt waar? Je bent er nog wel gezond en zo? Ja, ik ben wel gezond, maar ik wil er toch een keer vanaf. En dan voor een zacht prijsje uiteraard kan iedereen bij jou terecht. Als ik het loodje leg, dan gaat de wandel ermee aan de lop. En ik wil er toch nog van genieten. Dan gaat dat toch gewoon naar Rens allemaal? Nee, die heeft daar niet om. Die hoort alles in de wijzer, zei hij. Dat is duidelijk. Dames, hebben jullie nog iets toe te voegen? Zijn jullie ook aanwezig bij de dagen? Uiteraard. Ja? Met een grote lach en alle gastvrijheid die je in je hebt. Heerlijk.
Ja, dat is heel goed. Ja, dat is moeder en dochter, hè? Dat is het te zien, hè? Ja, kijk eens, ah, ze lachen allemaal. Femke zou helpen en Emma die helpt op scoutingkamp. Ja hoor. Dus ja, iedereen draagt op zijn manier zijn steentje. Ja, dat is heel goed. Dan roepen wij altijd in koor, jullie zijn de stad. En dank jullie wel voor de tijd en ik zal de link naar de... En er zijn twee websites eigenlijk, die zal ik er allebei bij zetten. En, we zien elkaar ook wel weer tijdens de feesten, toch? Ik hoop het. Oké, hop!